van Hallo Kids en we zijn hier aan het vloggen. Ja, we gaan vandaag laten zien over de, voor de djembe les en je hoort het al een beetje op de achtergrond. We zijn hier met Willa, Naomi. Ja. En we gaan vandaag naar de djembe les kijken. Nou, let's go! Dit is Ine en nou is mijn eerste vraag, waarom zitten deze haartjes rond de djembe? Dat is het vel van een koe. En is een geit. Heeft dat nog iets te maken met de klank van de djembe of met? Ik denk de haartjes niet, het is alleen hoe strak die gespannen staat, hoe sterk het horen het geluid, hoe slap het die gespannen staat, hoe door. Ja. En u speelde hier al 3 jaar? Ik speel 3 jaar, ja, maar dan denk je van, oh, dat is een hele tijd, maar voordat je door hebt, is dat 1 jaar voorbij. Tenminste, voor mij wel. En hoeveel dagen speelt u hier in de week? 1 dag, 1 avond in de week. En hoe lang bestaat deze groep al? 20 jaar. Hans? En u zit er al 3 jaar bij? Ja. Dus dat is 17 jaar wat u hebt. Ja, zo hè. Maar en u houdt de djembe een beetje omhoog? Waarom? Een beetje omhoog, dan gaan de klanken omlaag. En als je hem helemaal omhoog zou houden, zou er dan ook iets gebeuren? Klinkt het. Dan galmt het. Ja, dan laten we mijn vraag eigenlijk aan. Nou, ik zit hier met Frans en mijn eerste vraag is, wat is eigenlijk ja, een djembe? Nou, een djembe is eigenlijk een West-Afrikaanse trommel, gemaakt van hardhout en ketel. Daaroverheen is een geitenvel gespannen. Dat wordt door middel van een paar ijzeren ringen op de plek gehouden. En door middel van touwen kun je spannen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. En is dit wordt deze muziek gebruikt voor feesten of gewoon? Voor allerlei tradities eigenlijk, feesten, maar ook voor mensen die op het land aan het werk zijn oorspronkelijk. He, om een ritme aan te kunnen geven, maar ook voor spirituele activiteiten, duidelijk uitdrijvingen, geestesdingetjes. En feesten inderdaad, zoals bruiloften, besnijdenissen, dat soort dingen. En ik zie bij u hier hele mooie touw en zo'n lint. Is dat gewoon voor decoratie of geeft dat ook nog iets? Nee, het touw is om niet te kunnen spannen. Kijk, als je deze erbij pakt, die heeft alleen maar verticale touwen, van boven naar beneden. En bij mij zie je dat hier heel veel horizontaal doorgeknoopt is. Daardoor trek je eigenlijk die snaren naar elkaar toe, waardoor het wel strak moet staan. En het lint, dat is eigenlijk om te kunnen staan spelen. Als je gewoon zo kan omhangen, dan kan je staan. Nou, dat waren ook mijn vragen. Nou, ik zit hier met John en Saskia. En ik heb eigenlijk een vraag voor jullie allebei. Doet het geen pijn aan jullie handen? Verschrikkelijk. Daarom zitten wij op les. Moet je het leren? Ja, moet je leren. Het is niet meer zo even kloppen, dat denkt iedereen, van klap een beetje en dan doet het wel. Wat je in ieder geval moet doen, dat wou ik even proberen, je moet je vingers recht houden. Probeer te spannen, maar toch ontspannen te spelen. Oké, en hoe lang heeft u daar geoefend? Ik ben net gezien, ongeveer ook 3 jaar ben ik bezig en elke moet gaan oefenen hier, maar ik moet ook thuis oefenen. Oké, en u? Ik zit pas vanaf mei op les, dus dat is al helemaal niet zo lang. Maar eigenlijk heb ik nog een tip: je moet je sieraden afdoen. Sieraden af? En hoezo is dat dan? Nou, als je je sieraden afdoet, dan kan je ook niet je hand kapot slaan of de trommel kapot slaan. Oh, dat is wel heel handig. Ja. En hoeveel heeft u er thuis? En dit is namelijk, denk ik, uw eigen of is deze van? Nee, deze trommel is van mezelf inderdaad. En dat is maar één. Ik heb er maar één. Maar er zijn meerdere die er meerdere hebben. En hoe vaak doet u dit per week? Thuis en hoe vaak oefent u en hoe oefent u? En... Ik doe maandagmiddag en dinsdagmiddag. Half uur ongeveer. En u? Dat ligt eraan wanneer ik tijd en zin heb eigenlijk. Oké. En doet u nog speciale liedjes? Nou, het leuke is, we hebben ook videofilmpjes die we kunnen delen met z'n allen. Dat is natuurlijk ontzettend mooi, want dan kan je thuis je iPad aanzetten.
twee dingen tegelijk. Je ziet hoe er wordt gespeeld. En je kan er zelf nadenken, hé, loopt het een beetje of loopt het helemaal. Oké, en als u frustratie heeft, slaat u dat dan daaruit? Of wat doet u dan? Gaat u dan, of doet u juist hier rustig op spelen? Ja, je kan best het rustigst op spelen. Ja, want het gaat kapot. Ja. Oké. Nou, dat waren eigenlijk wel vragen. Dankjewel. Heel bedankt. Nou, ik zit hier dus met Henk. En hij is de voorzitter van de groep. Dus dat betekent dat hij de leider is van de groep. En hoe lang doet u dit van? 10 jaar. Oké, en doet u dus al 10 jaar djembe spelen en geeft u 10 jaar les? Ja, maar ik moet even corrigeren. Ik ben niet de leider van de groep. De leider van de groep is onze muzikale leider, dat is Rudy. Dus ik zit alleen bestuurlijk voor. Oké, en als mensen kijken en die denken ik wil djembe les, waar moeten ze zich inschrijven? Hebben jullie een website? We hebben een website, www.djemberijen.nl. Mm-hmm. Daar kunnen ze zich melden. Daar staat ook het telefoonnummer van de secretaris, Saskia. Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze gewoon langskomen. Ze kunnen ook elke woensdagavond gewoon langskomen. Elke repetitie is openbaar. Iedereen kan altijd erin. Oké, en hoe oud zijn de groepen? De groep varieert van begin 30 tot ruim 70. Oké. En ik zie dat jullie hier een speciale ruimte zitten, want er zit allemaal spul op de muren en op de daken. Waarom is dat? Dat is om het geluid naar buiten te dempen. Anders gaat het ontzettend galmen als het harde wanden zijn. Dan gaat het ontzettend galmen. Dus dit is de drumkelder van de boodschap. We hebben drumles gegeven tussen zitten. Mm-hmm. En wij zitten hier en voor ze gaan we toch. Oké, dank u wel. Deze vlog nou weer leuk? Deel deze video, doe alvast een blauw duimpje omhoog en laat zien dat je het leuk vindt. Wil je meer nog van deze djembe video's zien? Kijk dan op YouTube bij Jungle by Night. Dan kan je zeker meer van deze djembe video's zien. Wij vonden het in ieder geval leuk, hè? Ja. Mm-hmm. En ja, tot de volgende keer. Doei! Doei! Doei!